lieve vrienden, we zijn bij het paard aanbeland van onze lieftallige Rebecca en haar kinderen. Hi Rebecca. Hallo. Hoe is het? Ja, goed. Tijd niet gezien, joh. Nou. Hallo man. Hele goede morgen, lieve vrienden. Ja, het is vandaag alweer dinsdag 19 mei en we leven om 2 minuten over 11. Ik ga rijden zo meteen uitlaten, maar ik neem jullie straks ook nog een keertje mee, want we gaan even de hort op om half, tenminste ik moet om 12:30 zijn. Dan neem ik jullie dus gezellig mee. Want we gaan naar Rebecca toe, niet naar het huis, nee. We gaan naar Rebecca toe, naar het land waar zij haar paarden lopen. Dus dan gaan we leuk even filmen met toestemming van haar. Dus ja, komt helemaal goed. Ja, het wordt even een paardenvlog, zoals jullie dus merken. Dat is weer wat anders. Ja toch, we blijven bij de dieren. Ik ben wel, laat ik eerlijk wezen, zelf heel erg bang voor paarden. Ik vind wat machtige mooie dieren. Echt machtig mooi. En maar ik heb ooit zelf een schop gehad van een paard. Dat mijn been was niet meer normaal. Nee, die was al 4 benen dik. Bovenbeen, hè. Dat, nee, ik kom niet al te dicht bij een paard. Ik zoom wel in. Ja. Dat, maar dat komt wel goed. Ik ga zo meteen eerst lekker in de rij gaan lopen. Want ja, die ga ik niet meenemen, nee. Niet nou dat ik ga vloggen daar bewust. En ja, ik weet ook niet hoe Rijka erop reageert. Dan moet ik er eens een keer ook heen wanneer ik niet ga filmen. Kijk hoe Rijka daarop reageert. Ik weet niet of ik een paard weet wat dat is. Ja, of een vierbenig iets. Maar ja, wat is het? Ik zal wel denken, jij bent wel heel erg groot met mijn idee. Ja, maar oké, lieve vrienden, het komt allemaal goed. Echt wel. En ik zou zeggen, geniet van je dag. Het is prachtig mooi weer. Ik ga ook genieten. Als ik thuis richting huis kom, ga ik ook boodschappen doen. En als ik dan thuis kom, dan bestaat daar ook een bende. Dat wil je niet weten. Maar het komt allemaal goed. Ja, gisteren had ik, ik zou het gisteren gedaan hebben, maar toen kwam die pc ertussen. Nou, ik was af, dat wil je niet weten. Maar oké, hij is nu goed. Laat het hopen, afkloppen. Maar dat ik hem afloop vannacht, was hij goed. Ja. Dus dat zal hij nou ook wel wezen. En ja, het komt allemaal goed. Ja hoor. Hé, Rijka, we gaan zo lopen, meisje. Ja. Ik zou zeggen, geniet dus nogmaals en met hetgeen wat je zelf doet, maar ook met ons. Wie weet, hele lol in. Ja, ik krijg ook zin om een paardje te kopen als je er het geld voor hebt. Ja, ik niet hoor. Nee, ik moet geen paard. Ik heb aan mijn diertjes die ik hier al heb genoeg en dat komt ook wel goed. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later.
lieve vrienden, we zijn bij het paard aanbeland van onze lieftallige Rebecca en haar kinderen. Hi Rebecca. Hallo. Hoe is het? Ja, goed. Tijd niet gezien, joh. Nou. Hallo, man. Hallo. En wie ben jij? Lucas. Oké, mooie naam. En daar hebben we het paardje met dochter Lief. En hoe heet jij, meis? Kaylee, ook een mooie naam. En hoe heet je paardje? Logan. Logan? Ja, ik kom niet te dichtbij, hoor. Want ik ben bang van paardjes. Mooi beestje, trouwens. Ja, echt wel. Mooi beestje. Logan? Helaas mogen we hem nu niet poetsen. Omdat hij niet lief is. Hij is een beetje stout, hè? En we hebben hier nog een veulentje staan. Ja, dat is een Shetland. Een Shetlandertje, wat weet ik ervan. Geen verstand van paarden. Nee, zo niet, hè? En waarom is hij dan stout? Wat doet hij dan? Bijt hij? Oh. Bijtneigingen. Als je geen snoepje maar je kan. Oh, en dit op zijn heupen. Dus je hebt nou niks bij je? Nee. Ik heb die mas toch niet mee? Ja. Ik heb met mijn steen spelen en zo. Ja, is dat lekker dan? Is dat niet lekker? Het ziet eruit als gras, maar het is geen gras. Nee. Daar is het ook een beetje te hard voor. Ja, ik zei vanochtend al, we houden het in de dieren. Ja, hebben we Rijka en Ewin en Gimli niet? Hebben we nou wel even de paardjes, hè? Ja, het is wel een mooi beestje. Ja. Heb jij het goed? Heb je het gezien in de stad? In de stad? Ja, in de spoorstraat onder andere. Nee. Ze hebben in het midden van de spoorstraat, het wandelgebied, ja, een witte streep getrokken. Oh ja. Met aan weerskanten een pijl voor één richting. Oh. Oké. Ja. Dus vanaf mijn huisje moet ik aan de rechterkant blijven. Ik mag niet naar de linkerkant. Stel je voor dat ik wil oversteken. Ja. Echt een prachtbeestje. Of niet dan? Ja, het gaat likken als je handje zo houdt. Je moet je wel recht houden zo. Ja, het is fout, hè? Ja. Ja, dat hij je vingers niet pakt. Oh, wat ruikt je daar? Ruikt je wat lekkers? Gekkie. Kapen. Oh, wat lief. Net alsof die lacht, hè? Ja, mooi hoor. Dan ruikt hij wat. Ruik je mij soms? Ik heb parfum op. Nee, er zit wat aan de handen van die kinderen. Echt geweldig. Hey, ik meen dat ik al zag rijden. Kwam jij uit Nieuw-Nederland vandaan? Nee. Ja? Nee? Oh, nee. Dat was net zo'n soort autootje. Ik zag het natuurlijk al pas, maar ik zag iets zwart gaan en ook een kleintje zoals deze. Oh, oké. En die kwam vanaf Nieuw-Nederland deze kant op. Ja. Hé, hey, wat zit daar allemaal in? Kun jij dat vertellen? Een borstel. Een borstel. Nog één. En nog één. En nog één. Nog een andere. Wat een borstel. Een spons. En waar is die spons voor? Een borstel. Waar is die spons voor? Waarschijnlijk om hem droog te maken. Oh. Oké, maar was het toch met die spons? Nog een borstel. En een kam zie ik en een schaar.
voor de hoeven, de andere kant. Dat is. En nog een kant. Ja, nou doe je hartstikke goed, man. En dit ding. En waar is die voor? Voor de wacht. Het is een hoop spulletjes. Mm-hmm. En jij mag mama helpen om dat te doen. Samen met je zusje. Mm-hmm. Ach zo. Enkel, ja, dan zal ik nou Karin moeten vragen hoe moet ik het nou doen. Daar komen kinderen in voor met toestemming van de moeder. Ja, ja. Nee, niet mijn bak slopen. Normaal moeten we dat aangeven als we dan een film neerzetten. Er komen kinderen in voor, weet je. Ja, maar terug. En soms kun je het ook niet vermijden, hoor. Nee. Want als ik heb mijn GoPro er ook in en als ik onderweg ben, dan vlieg ik er zo langs en dan worden ze niet herkend. Ja, precies. Ja, je kan er ook een rondje voor doen als het gezicht niet zien. Ja. Zo werk ik dan hoor. Ja. Ja, en gisteren, Rebecca, je wilt niet weten. Oh, vertel. Ik heb zelf zonder hulp mijn computer aangesloten. Oh, had je het voor elkaar? Maar ik had Karin wel aan de telefoon, maar die zei niks, want die was zelf bezig met het een en het ander. Oké. Okay. Op een gegeven moment zei ik, ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Tenminste, het wil even stil. Ik zeg, hallo, ben je er nog? Ja. 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 Ik zeg ook. Ik geloof dat ik alles heb. Maar hij wou niet aan. Oh, en ik had. Ja. Hij wou niet aan, terwijl ik wel de stekker erin had. Okay. Dus alles uitgeprobeerd. Ja. Wat had die snuggere hein, denk je, gedaan? Nou. Er zit aan de achterkant ook een knopje voor aan en uit. Ja. Die had hij uitgedaan. Had hij uitgezet. Oh, handig. Ja, in plaats dat hij dat dan even zegt. Maar nee. Maar ja, ik was wel kapot, hoor. Ja, dat zou wel, ja. Ik had morgen even die doos eventjes op zolder doen. Klim ik de zolder op en die doos zelf is niet zwaar. Nee. Maar dat kun je mij aangeven. Ja, precies. Kelly, pak maar een paar snoepjes uit de kast. Hé, Logan. Nog even, is die schutting kapot. Ah. Die heb al wat te verduren gehad met hem. Dat kan je ook niet eten. Deze wat met jou, hé. Hey. Ja. Nee. Ben je een beetje verveeld? Oh. Ik heb 9 van mijn 10 keer niks te doen. En hoe komt dat? Weet je dat niet? Ik hoor een heli. Ja, ik zag hem ook. Oh, dat is gewoon Bix. Nou ja, dat is wat goed, hoor. Zo. Nou, dan had ik het wel bij elkaar. Dat is goed. Was het lekker? Nee, dat zit in mijn andere jaszak. Kijk, hondensnoepjes. Ik denk dat zal die ook wel lusten. Nee, dat mag hij niet. Oh, mag hij dat niet? Er zijn ook mensen die voeren. Ik heb ook een speciaal bordje. Ja, maar dat ging ze ook bij die andere. Ja. Mag ook niet. Dus, je moet weten wat je ze kan voeren. Ja. Maar goed, weet je, de laatste keer kreeg hij veel wortels. Hij kreeg helemaal een oranje huid. Oh, jeetje. Ja. Ik denk, ik haal mooi, hang ik een bordje op. Come on. Ik loop serieus een oranje uit. Ik krijg een beetje oranje uit. Ja. Dat kan hoor. Nee, ik heb te veel wortels even hier. Nou,
ik hoop toch ook dat we eens een keer kunnen komen wanneer je gaat rijden. Nou, dat duurt wel een paar jaren hoor. Dat toch wel? Hij is net 1. Ach, godje. En je mag pas rijden als hij 3,5 is. Oh, oké. Okay. Ja, hij moet nog heel veel groeien. Oké, dan. Het enige wat hij moet doen, groeien. Hij heeft wel mooie sokken. Ja. Hé? Niet doen. Zo dan. Doen. Ben je boos op mij? Niet doen. Ja, mevrouw. Ik versta je even niet, schat. Waar komt u voor? Waar komt u voor? Kijk eens wat ik aan het doen ben. Kom eens kijken. Waar filmt u voor? Ik ben een vlogster. Het komt op YouTube te staan. Oh. En dat weet mama. Hè, mama die weet ook mijn kanaal denk ik wel te vinden en dan kan je jezelf terugzien. Maar als je ziet hoeveel filmpjes ik nog in elkaar moet zetten voordat dit aan de beurt is. Ja. Het duurt nog een paar weken voordat het erop komt. Ja. Lief hè. Je likt de verkeerde kant op. Ik heb op mijn telefoon ook een YouTube kanaal. Ja, dat kan. Ik heb ook wel een echte vlogcamera, maar ja, als die de geluidssporen niet goed werken, kun je beter een mobiel nemen. Oh, hey man. Wat gekkie ben je, hè? Lief toch? Ja. Moet je dat ook kijken. Dat is schattig, hè? Ik vind het geweldig. Ja. Ah, hij is ook super lief hoor. Toch kom ik er niet bij. Nee, ik heb ooit een schop gehad van een paard tegen mijn bovenbeen. Nou, mijn bovenbeen was niet meer normaal, die was al 3 keer zo dik. Nou, mijn schoonmoeder durfde ook niet en die is ook geweest van de week. En die heeft hem gewoon geaaid hoor. Nee, ik niet. Ja, je kan gewoon mee. Ja. Nee. Ik vind dat te eng. Ze moeten hem ook niet dwingen. Nee. Lekker doen als je daar aan toe bent. Ja, maar ze hebben mij ook gedwongen op een boot. Nou, ik ben bang. Ja. Is dat lekker? Die gras. Hey, nou, schat, het was me waar genoegen om even bij op bezoek te mogen. Gezellig. Dan laat ik je nou weer even gaan. Ja. Ik ga nog even wat doen. En hoe laat ben je morgen bij me? Uurtje of 11:30, 11, 11:30. 11:30 is goed. Ja, zo. Mooie tijd. En ben jij lief voor mama? Altijd, zij is altijd waar lief. Is die? En die andere die is aan het spelen. Ik wou net zeggen, ik ben er eentje kwijt. Nou ja, ik pech. Ja. Helaas. Maar je zal me vaker zien, hoor, meisje. Ja, want ik weet nou waar die staat, dus ik kom er ook zo eens een keertje wel bij. Nou, dan zullen we weer afsluiten. Oh, die Shetlander. Ja, toch? Shetlander, toch? Ja, die Shetlander. Die doen niet echt, hoor.